Mijn naam is Levi Raai, maar ik ben super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Jullie zien het al aan de titel en hiernaast ook al. Ik heb een pakketje uit China, dus we gaan ze maken unboxen. En als je net zo benieuwd bent als mij, wat haal je gadget? Dus dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Dan gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, ik zei het al, we hebben weer pakketjes uit China ontvangen. En we gaan gewoon kijken wat er vandaag in zit. Maar zoals altijd gaan we eerst op de verpakking kijken. Kijken of we kunnen raden wat erin zit. En het eerste is het, een development board. Geen idee natuurlijk. We gaan even kijken. Een development board, waarschijnlijk zo'n printplaatje. Vet. Hier was ik naar op zoek. Wat ik hier heb, ik zal hem even jullie uit de verpakking halen, is, hoewel bezichtjes zijn, nou ik laat die even zitten, is een ESP8, nee, sorry, dit is een hele andere. Ik heb verkeerd, wat het is namelijk is een pakketje waar je simkaart in kan stoppen. En vervolgens kun je deze gaan aansturen. Oftewel, dit is eigenlijk een soort van mini telefoon. Je stopt die simkaart in. Je kunt hier naar bellen. Je kunt hem automatisch berichtje laten versturen, et cetera, et cetera. En deze kun je gewoon combineren met de ESP8266. Er zit ook een kleine antenne bij. En zo kun je ervoor zorgen dat je overal bereik hebt. Ontzettend handig. Hij ziet er wel iets anders uit dan wat ik hem heb besteld. Maar ik denk dat dat vast en zeker goed gaat komen. Staat mooi bij wat het is, dus dat is mooi. Heel erg tof. En linkjes staan natuurlijk in de beschrijving. Als ik ze niet vergeten erin zet, dat gebeurt wel eens. Dan het volgende pakketje. En dat is een harder pakketje, stevig pakketje. En dat staat bij Heater Healthcare, ja, gezondheid dus. Even kijken. Hoe voel je nou bij Heater eigenlijk? Even kijken. Het is. Ah ja. Vet. Ja. Yeah. Wat dit namelijk is, dit is een stethoscoop. Oftewel, die in ziekenhuizen ziet, waarmee je naar je hart kunt luisteren bijvoorbeeld. Ik zag deze op China staan en ik dacht van, hey, grappig ding, hoe werkt het daar? Dus ik ga hem gewoon bestellen. Ik ga hem lekker even uitpakken. Dus ja, dit zijn eigenlijk dan de dingen die je in je oor doet. Er zit dan een slang aan, een oorslang aan. Een tussenstukje, nou dan denk ik dat deze hier moet. Ik spoel even door, ik kom even timelapse aan en dan kan ik hem in elkaar zetten. Oké, jongens, hij is in elkaar. Dit is de stethoscoop. En eigenlijk is het heel simpel. Je doet hem dus in je oren. En vervolgens kun je hem ergens op je lichaam zetten. En dan moet je de hartslag bijvoorbeeld gaan horen. En bijvoorbeeld om een pols zou ik moeten kunnen horen als ik het. Dus we gaan even kijken of het ook werkt. Wow, jongens, je hoort het echt vet goed. Super goed. Ik ga hem even aan de microfoon zetten bij jullie. Kijken of jullie het kunnen horen. Ik weet niet zeker. Even kijken. Ik doe hem gewoon op de microfoon. Ik weet niet of je het hoort trouwens. Oh. Oké, nog een keer. Ik doe even aan de microfoon. En dan. Zo, nou, kijk als ik mijn pols geef, kijk of je het dan kan horen. Ja, ik weet dus niet of jullie het kunnen horen, maar ik kan het ontzettend duidelijk horen. Er zit nog een accessoire bij als deze. Maar dan heb ik geen idee hoe het werkt. Oké, okay. We gaan naar de volgende. Erg vet deze. En dat is dit pakketje. En dan staat bij een nightlight en een beauty tool. Oeh, spannend. Even kijken. En het beauty tool. Oh. Nou, die is dus verkeerd besteld. Die had ik dus niet besteld, maar dat is niet erg. Dat kan in China jammer nog gebeuren. Maar deze heb ik wel besteld. En wat zijn dit nu? Dit zijn lampjes. Ik zal even eentje uithalen. Dit zijn lampjes die je in je keukenkastje vast kunt zetten. Dus op het moment dat je keukenkastje open gaat, gaat de lamp dus aan. Keukenkastje dicht, gaat de lamp uit. Alleen nou zie ik wel, en dat is weer natuurlijk jammer uit China. Kijken of ik hem open krijg. Dat er geen batterijen in zitten. Dus ik zul nog in China batterijen moeten hebben. Dat is van hele bijzonder kleinere batterijtjes zijn dit. Nou ja, beetje jammer. Ik moet op zoek naar batterijen eerst. Maar die ga ik zoeken en dan kom ik erbij terug bij jullie in een andere video. Als ik die batterijen heb. Want beetje jammer dit. Dan gaan we naar het ene laatste pakketje. En dat is dit pakketje. En dat staat bij Atomisch. Geen idee weer. Echt
China mag een prijs voor krijgen wat ze op die pakketjes zetten, want 9 van 10 snap je toch niks van. Dit is, hé, kijk. Dit is een vernevelaar. En dan denk je wel, een vernevelaar? Ja, dat klopt. Ik heb astma, zoals jullie misschien wel weten. En nu, sinds kort doe ik ook zout vernevelen. En het schijnt dat dat beter werkt met astma. En op zich, ik merk echt wel verschil. Alleen het apparaat dat ik heb is heel erg groot, moeilijk mee te nemen. Dus ik dacht, hey, misschien is het een kleiner apparaat. Toevallig was in China. Ik weet niet of de kwaliteit wel iets is, ja of nee. Maar ik dacht, ik bestel het gewoon en gaan we gewoon kijken. Dus ik ga hier binnenkort een aparte video van maken. En als die online staat, vind je hem in de bovenhoek. Dan gaan we kijken of hij werkt en of hij ook goed genoeg werkt. Dus daar komt er nog een video over. Dan gaan we naar het laatste pakketje over. En ik zal even kijken of er wat op staat. Een thermisch blok en een condensator. Oeh, spannend. Het zit in een envelop in hier. Aha. Oh, thermisch blok, terminals. Thermisch blok. Wat zijn dit nou eigenlijk? Dit zijn terminals. Die kun je vastsolderen eigenlijk aan je circuitbord, aan je circuit bijvoorbeeld. En dan kun je hier de kabels instoppen aan deze kant. En vervolgens kun je heel makkelijk ze met in elkaar zetten en van elkaar afhalen. Oftewel, als je dus wil zorgen dat je het niet als helemaal vast zit op je circuit, kun je hem langzaam weer loshalen. En ik heb ondertussen dik gekregen. Oké, wat is er nou eigenlijk? Dit bestaat uit twee delen. Als eerste weer een header. Die kun je vastmaken in je printplaatje. En vervolgens kun je met deze steekkabel aan, hier kun je je kabels instoppen. Kun je ze eigenlijk gewoon heel makkelijk aan elkaar zetten en weer losmaken. Dus je kunt contact maken en het contact verbreken. Super handig natuurlijk. En dat heb ik een aantal nodig, dus ik heb zo'n besteld. Dan zit hier in nog een aparte envelop. Met een verrassing. Denk het niet, jammer genoeg. Hierin zit als eerste een boekje. Nou ja, boekje. Een papiertje wat ik net door het midden heb gescheurd. Goed bezig, Davy. En daarin staat toevallig alle informatie die we nodig hebben. Maar dat vind ik wel heel erg handig dat ze die bij hebben gezet. Heel handig. En wat zit er nou eigenlijk in? Dat zijn... Ja, maar dat is helemaal niet nodig. Die brief staat er. Nou, wat zijn nou? Dat zijn blokken. Nou, wat kun je met die blokken doen? Dan even eentje openmaken. Ook deze, die kun je vastsolderen op je printplaatje. En in dit geval moet je dus zelf nog een koppeling maken aan de andere kant. Maar bij deze kun je heel simpel gewoon, als je vast hebt soldeerd, jouw kabels erin zetten met een schroefje vastzetten. Hoef je niet te solderen en dergelijke. Dus hoef je maar één keer te doen, kun je makkelijk alles vervangen. En lijkt me wel handig. Kijk hoe het werkt en kijk of ik zo de printplaatje kan zetten die ik ze besteld bij China. Dan heb je die video niet gezien, dan komt hij aan, want ik loop weer vol met die video's. Maar die komen snel mogelijk aan, dan weet je precies waar het voor gebruikt gaat worden. Oké, dit zijn dus weer alle artikelen die ik in China heb gekocht. Mocht ik het niet vergeten zijn, staan de linkjes hier onderaan de beschrijving. En heb je nou nog vragen over een van deze artikelen, stel ze dan gerust die onderaan de reactie. Ga die heel graag voor jullie beantwoorden. Dus nog één keer, en dat is... En zeg ik natuurlijk nog maar één ding, en dat is op zijn Brabants. Houdoe!